De inspiratie om onderzoek te doen en een boekwerk uit te brengen over de geschiedenis van de Afro-Surinamers komt door het feit dat ik geboren en getogen ben in een Afro-Surinaamse buurt in Paramaribo. Woorden van professor Chander Tjuni. In zijn boek Geschiedenis van Afro-Surinamers 1863 tot 1963 belicht Tjuni hoe het deze bevolkingsgroep in Suriname is vergaan na de afschaffing van de slavernij. Wat sport en politiek betreft staan de Afro-Surinamers praktisch aan top. Op sociaal-economisch gebied zijn ze minder succesvol, zegt professor Tjuni. Maar op cultureel niveau, tot de Tweede Wereldoorlog, eigenlijk werd er neergekeken op wat we nu noemen de Afro-Surinaamse cultuur. Winti was afgoderij, was zelfs verboden. Sranantongo mocht je niet praten. Een heleboel andere dingen, toneel, allerlei dingen die werden weggedrukt. En pas na de Tweede Wereldoorlog, vooral in de jaren 50, had je meneer Koenders, papa Koenders, maar ook wie Egisani van Bruma en Henny de Siel en anderen, die hebben ervoor gezorgd dat de Afro-Surinaamse taal werd gerespecteerd, dat Winti werd afgeschaft door de Hindoestaanse minister Adin, dat het niet meer strafbaar werd en een heleboel andere dingen. Tjuni vindt dat de politiek gericht beleid moet formuleren en uitvoeren. Dit met het doel vraagstukken waarmee de Afro-Surinamers zitten uiteindelijk op te kunnen lossen. Maar de gemeenschap moet ook daaraan meewerken. Het boek Geschiedenis van de Afro-Surinamers 1863 tot 1963 is rond medio februari te koop. Zowel online als bij FACO geeft Tjuni aan. Hij hoopt dat het boek veel gelezen zal worden, daar het onderwerp een belangrijke groep omvat. Kortom, ik hoop dat ik mijn bijdrage op deze wijze heb geleverd. En ik hoop dat iedereen zoveel mogelijk kennis van dit boek neemt. En ik heb het uit liefde gedaan, ook omdat ik ook in mijn hele leven door Afro-Surinamers ben gevormd. En ik wil graag iets terug doen met mijn geld en mijn kennis en kunst.